Dus. Ja. Hallo iedereen. Welkom bij deze nieuwe video. Ik ga vandaag iets best wel speciaals doen. En iets wat ik eigenlijk ook niet zo vaak doe op mijn kanaal. Wat ik vandaag ga doen. Is ik ga een horror game spelen. En deze horror game heet Spooky's Jumpscare Mansion. Ik heb er compleet geen zin in, maar ik ben heel vaak gevraagd om een horror game te doen op mijn YouTube-kanaal. Dus ik had zoiets van, hé, waarom niet? Ik had net de game gedownload. Het is trouwens een gratis game op Steam, dus als je hem zelf ook wilt spelen, hij is gratis op Steam. Het is echt de kleinste game ooit. Het is letterlijk iets van 300 megabyte aan de game, zeg maar. Dus voor mij, op mijn PC was het echt iets van, weet ik veel, 5 tot 10 minuten downloaden, dat is echt fucking weinig. En ik had net de game opgestart en ik kreeg een hele meuk met tekst, want ik heb geskipt. Ik weet niet of dat belangrijke informatie was of niet, maar dat boeit me ook niet. Er staat press enter. Ik klik op enter. Spooky's Jumpscare Mansion. Oké. Oké. Dus. Niet helemaal wat ik had verwacht. Wat is dit? Zo. Play. Dus, new game, let's go. Controls, WASD, look, mouse, activate A, sprint shift, use weapon, left click. Oké. Oh. Ja, dat boeit me niet. Make it through 1,000 rooms? Can you find what lies at the end? Or is there even an end? Because I don't really know. Anyway, just go. What the fuck? Ik moet er trouwens even wachten al even. Ja, game past goed zo. Waarom doe wat? Wel even. Mijn resolutie is op de een of andere manier super raar voor jullie. Zo. Huppakee, helemaal mooi. Continue. Oké, jullie hebben nu een normale game voor mij. Sensitivity is wel andersom. Exit. Kut, wat heb ik gedaan? Ik ben uit de game gegaan. Oeps, sorry mensen. Ik start hem wel weer opnieuw op. Sorry, sorry, sorry. Niet mijn bedoeling. Ik heb nu heel eventjes een zwart scherm. Sorry, dat was oprecht niet mijn bedoeling. Ik heb trouwens ook alle lichten in mijn studiokamer ding uitgedaan. En ik heb hier alleen maar één klein lampje aan staan. En dat is puur. Om op mijn toetsenbord te kunnen schijnen, zodat ik weet waar ik op druk tijdens het spelen. En dat is letterlijk het enige. Oké. Ja, dit is wat ik net ook allemaal kreeg. Dit is die meuk met tekst die ik kreeg. Ja. Ik vind het nou maar niet meer leuk. New game. Oh, oké. Ja, ga weg met je FPS. Boeit me niet. Is er even een end?
Waarom loopt mijn subtitles trouwens achter? Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh fuck a duck in the asshole. Ik wil dit nou niet meer. Oh kut, dat heb ik. What the fuck? Oké. Ik heb mijn geluid ook zo hoerenhard staan. Dit is niet chill. Even een momentje, ik ga mijn geluid zachter zetten. Ik heb mijn geluid echt hoerenhard staan. Ik zet het voor mezelf op. Zo. Dus. Even kijken, we hebben hier een paar deuren. En dat zijn 1000 rooms. En we zijn nog bij room 2. Nou, we gaan lekker bezig. Ik heb een paar playthroughs gezien van deze game. En ik weet dat er serieuze jumpscares zijn en onserieuze. Onserieuze, ik ga het gewoon spoileren, is een paar van die kartonnen rare figuren die uit de muur komen springen. Ik weet niet of dat hier al gaat gebeuren. Maar ze maken gewoon... Dat dus. Daar schrok ik trouwens wel van. Son of a bitch. Even kijken. Kan ik terug? Oh, gaan we nou niet zeggen dat ik niet terug kan. Ik kan niet terug. There is no going back, guys. Oh god. Het is zo terrible. What the fuck? Ik heb wel zo'n Minecraft bed. Nou ja. Oh god, nee. Oh my god. Ja. Oh, mijn hart kan er nou al niet meer aan. Dit? Moet ik inkijken? Nee. Een kaars. At first this place just seemed cute, but now I've been here for days now. I'm feeling quite parched now, and I keep getting this feeling like I'm being watched by something. This is not romantic at all. Ja, dat kun je wel zeggen. Oh my god. Je hebt ook een sprintbalk. Oké, dat geluid vind ik niet cool. Oh, hier gaat een jumpscare komen, dat weet ik. Ik doe mijn headset hier vooraf. Oh, niet eens. Ik heb er zin om gewoon pushy mode te gaan. Wat? Oh, oké. Nou dan. Dus, dat is ook een jumpscare. Kijken. Een painting. Oké, leuk. Leuke paintings, man. Een bed. Doe mijn headset weer op. Ik vind het totaal niet cool, maar alsnog. Oh god. Dit is zo niet cool. Oké, hier gaat de jumpscare komen. Oh lalala. Oh, dit was dit gangetje. Verwachtte eigenlijk een jumpscare, maar oké. Oh, wacht, hier ben ik al geweest, hè?
Kan ik dan gewoon. Wacht, is het spel geglitcht? Volgens mij, als ik zo rondjes blijf lopen, kan ik gewoon letterlijk de hele tijd dat blijven doen totdat ik bij Room 1000 ben. Dan heb ik gewoon het spel gebroken. Dat ga ik niet doen. Ik wil het legit halen. Wat is dit nou weer? Nog een briefje. I know something is following me, but I feel like I'm branching through the same rooms over and over. Oh, dus dat hoort erbij. Hopefully leaving notes as breadcrumbs will prove I'm making progress and reaching some destination. I just hope I don't run out of ink. I'm dreadfully thirsty. Wat ook raar is, als je een papiertje oppakken, is met E. Maar een papiertje wegleggen, kan niet met E, dat moet met Alt. Als je van waarom? Volgens mij dat hier een jumpscare. Ah, oké. Dan niet. Ja, ik ben gewoon een beetje stil. Gewoon, wat moet ik zeggen, weet je? Ik moet zeggen dat jumpscares zijn wel aan de ene kant eng, maar aan de andere kant grappig. Hoi. Daar schrok ik niet van, want ik heb mijn headset niet op mijn hoofd. Hoe hebben ze die gemaakt? Dit is serieus best goed gemaakt, vind ik. Ah, whatever. Moving on. Oké, dus de jumpscares komen minder vaak dan ik had verwacht. Dat is ook logisch. Want anders, als ze zo vaak zouden komen, dan zou je gewoon gewend raken aan de jumpscares. En ja. Dan is er niks meer aan, dan schrik je er nooit meer van. Het geluid is wel best wel terrifying bij zo'n jumpscare. Het geluid is wel tering kut. Ink, not quite quenching my thirst. What is quenching? Taste is terrible, stains are terrible. I don't think drinking it was a very romantic idea. Nee, dat klopt. Wat? Alweer? Hallo. Dus dat is wel zo'n deal, maar dat was een andere keer. Zie je? Ik had wel gelijk. Dus dat was zo'n deal. En dat was een jumpscare. I found something today to satisfy my unromantic thirst. Oh, kut. I walk away from a brief faint and found before me a bottle of red wine. I'm not sure what brand or year, but there is no label. All I gather is that this is strongly metallic. Als ik moet geloven wat hij zegt, denk ik dat het geen rode wijn was wat hij dronk. Ik denk dat het bloed was. Want, wat mijn ervaring in het leven. Ik heb toen ik klein was, heb ik ook wel eens uit een. Ik veel een schrammetje wat ik had ook wel eens een beetje bloed gezogen gewoon voor de nieuwsgierigheid. En dat smaakte inderdaad een beetje naar ijzer. Dus ik denk dat hij gewoon bloed had opgedronken. Ja, niet zo heel slim. Ja, dikke lul. Kijken. Wat ik ook weet in deze game, is dat op een gegeven moment, maar dat komt echt pas veel later, echt in rooms 200, 300. Waarom zit hier een kast met geen briefje? In de rooms 200, 300, 400 komen er ook echt monsters die achter je aangaan. En dan kun je ook echt doodgaan. Wat ik niet zo leuk vind. Waarom is die muziek veranderd? Dit is niet cool. I don't think that was wine. Nee, inderdaad, dat was het ook niet. Bijvoorbeeld. Ja, dikke doei. Headset van mijn hoofd. Ik had dit beter met oortjes kunnen doen, want ik ze makkelijk uit kunnen rukken. Maar op zich, een headset is makkelijker van je hoofd te slaan, dus ja. Even kijken. Ik weet ook niet wie die briefjes achterlaat. Zijn dat wij? Laten wij die briefjes achter?
zeg maar, de persoon als wie wij spelen? Of is er voor ons al iemand hier geweest die al die brieven heeft achtergelaten? I don't know. Dat hij voor een tweede keer is of zo. Omdat hij wist dat hij twee keer heen moest gaan, omdat hij daarom de eerste keer al die briefjes hier had neergelegd. Dat zou op zich ook kunnen. Links of rechts? Ik zeg links. Wat? Hang in there. I don't know how much longer I can go on. I haven't seen any of my previous notes, so that means either I'm getting somewhere or someone is taking them. Ooh, someone is taking them. Oh, game saved. Oh, per 50 rooms? Dat is weinig. Hoe zet ik deze lift aan? Shit, hoe zet... Oh, ik heb hem aangezet. Ik ben met horror games ben ik echt een pussy. Tenzij het Five Nights at Freddy's is. Maar dat is ook puur de enige reden waarom ik die zeg maar wel gewoon normaal kan spelen. Is omdat ik bij Five Nights at Freddy's alle jumpscares uit mijn hoofd ken. Moet dat nou per se? Moest dat nou? Ik haat dit spel nu al. Kun je nagaan. Ik wil dit spel gewoon nooit meer spelen. Even kijken, is dit een gekke zigzag of zo? Wat? Ah, oké. Zijn die geluiden, joh? Deze geluiden zijn niet cool. Ja, nee, die muren worden kleiner. Dat is gewoon een teken dat je gewoon wordt gestopt door zo'n pop die uit de waited komt. En op zich, dat vind ik niet zo heel erg, maar het is gewoon het geluid. Dat is gewoon zo terrifying. Waarom staan hier? Oké, ik ga er geen aandacht aan besteden. Even kijken. Tussen. Wat? Oh, dit is baloney. Oh, dat is een stomme glitch. Als ik zeg maar niet loop, maar shift spam, neem dat ook gewoon echt af van mijn sprintbalk. Dat is echt. Dat moeten ze fixen. Dat moeten ze gewoon fixen, vind ik. Kan ik hier afvallen? Nee. Ligt er een briefje? Nee. Laten we hier gewoon doorheen sprinten. Als ik het me goed kan herinneren, gaan in dit soort dingen, in dit soort paden waarop ik nu loop, gaan de achtervolgingen gebeuren. En hele enge dingen. En ik weet niet waarom ik ze. God damn it. Hier moest ik dus heen. Blijkbaar. Ik heb ook trouwens net ook nog een ander spel gedownload. Dat is Gotham City Impostors. En misschien ga ik ook nog twee andere games installeren. Ik ben alleen de namen ervan kwijt. Maar ja. Kijk, wat is dit? I think. What? I think this is my last. Kom op. I think it's my last note. I'm going to die having never found my escape. But that's really not true. This place was like my escape from everything else. In the end, my death is kind of romantic. Okay. Dus. Laten we daar niet overheen gaan lopen. Briefje. Spouting, splashing, soaking, innards, ingest.
Invoking, nailing, never stop the choking. Wat? Maakt niet uit hoe je het leest. Of je nou de eerste letters pakt van alle woorden, of dat je zeg maar van boven naar beneden leest. En zeg maar dat je bijvoorbeeld leest spouting, inner snailing, splashing, in just never, soaking, invoking, stops. Dan krijg je sin. Wat? Oh god. Oh god, wat heb ik gedaan? Oh nee, 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 nee. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, 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 nee. Ik weet niet, ik weet niet hoeveel keer hij mij moet hitten voordat ik dood ben. Oh god, waarom heb je gekke hardcore? Dat ding heeft hardcore aan, wat? Oké. Nou, dus. Hé, hey, leuk. Oh god. Oh god. Dit is niet cool. Kan ik überhaupt verstoppen van dat ding? Of is het gewoon, blijft die voor altijd achter me aangaan? Volgens mij op een, vanaf een bepaalde roep is hij er niet meer, right? Ik geloof dat dat wel zo is. Oh god. Ik weet niet of ik de juiste afslag heb genomen. U hebt de verkeerde afslag genomen. Keer terug. Ja, doei. Dat gaan we dus even niet doen, hè. Ik vind het ook zo stom dat ik soms aan het begin van een room niet beweeg. Dan ga ik alleen maar langzamer. En dat wil ik niet. Oh god. Ik heb hiervoor letterlijk match het weer op mijn hoofd gedaan. En ik weet niet of dat een goed idee was. Maar ja. Boeit ook eigenlijk niet. Maar sowieso, waarom is het... Oh god. Hoezo heeft dat ding gekke hardcore? Waar is hij überhaupt? Oh god. Oh shit. Ik weet niet waar hij is. Ren. Sprint like a modder trucker. Kom op. Oh nee, niet weer. Oh nee, niet weer. Oh nee, niet weer. Gekke hardcore, jongen. Waar is hij? Oh, daar. Ik zie hem. Oké, het valt mee. Het valt best wel tegen hoe ver hij is. Maar hij loopt ook zo snel. Dat is het nare. Oh god. Ik denk dat hij bij rond 100 pas stopt. Is mijn gok. Dat weet ik niet. Oh, hij is gestopt. Denk ik. Dus die muziek is veranderd. Oké, you got me. Die had ik niet verwacht. Die had ik oprecht niet verwacht. Waarom loop ik hier langzamer? Lijkt wel of mijn scherm. Lijkt wel of er iets op mijn scherm zit. Zie je dat? Oké, fuck die shit dan maar weer. I'm fucking out of here. Locked. Nee. Nee, 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 nee. En nu gaat er zeker iets achter me aan zitten, of niet? Ik laat mijn sprintbal komen op, wat? Oh, oké. Okay. Waarschijnlijk had ik door die eerste deur moeten gaan. Ook al denk ik dat die ook is gelokt. Of was gelokt, maar ja. Dat boeit me nu even niet. Ja, ik doe mijn headset even van mijn hoofd. Ik ben te poesie hiervoor. Hoor dat? Zit er iets achter mij aan? Of wat? Waarom loop ik opeens zo snel?
Of loop ik nu zeg maar weer normaal? Dat ik net langzamer liep. Wat is dit nou weer? Wat? Enter. Access persona with database modify house layout. Specimen. 3. Back. Type active in testing. Oh! Is dat niet dat gele, dat groene ding wat ik als eerste achter me aan had? Is dat niet zo'n specimen? Wat doen de anderen dan? Oh, wacht, hè? Cardboard cutout, figure it. Oké, dat is dus zo'n pop die uit de muur komt. Oh, dat zijn de dudes. Die ik achter me aan had. A mostly semi-solid based specter that frequently changes meta states. Proved very effective against weaker or slower subjects. Willen ze iedereen in het huis dood hebben ofzo? Oh jezus, dat is spooky volgens mij. Oh nee, laat maar. 14th century spear that was contained in a relic. Ik wil het niet eens lezen. I'm too terrified for this shit. Wat ben jij nou weer? Method unknown. Type active. Ja, ik ga die tekst niet eens lezen. Error. Oké. Dus. Wow, wat? Ik heb licht hier, joh. Oké, die muziek vertrouwt niet. Sprint ik even door. Oh, dat is geen eens muziek. Als ik even een keer zo'n ding ga gebruiken, dat never mind. Moet ik die behouden dat er doorlopen? Is dat een doolhof? Ga maar niet zeggen dat het een doolhof is. Oh, wacht, hè. Wow. Oh, god. Dit is wel terrifying. Oh, oké, ik snap hem, denk ik. Oké, 1, 2, 3. Huh? Er zit een vast patroon in. Oh, is dat serieus zo'n fucking... Ja, yeah, never mind. Dat was echt het slechte puzzeloplos ding ooit. Oké, jongens, dat vergeten we allemaal. Nou, nog 15 rooms. Laten we de episode eindigen. Oh. Ik vind, wat? Wow, yo, gekke planten, joh. Lekker bankie. Zijn het gezichten van gamers die dit spel hebben gespeeld? Of van YouTubers die dit spel hebben gespeeld en dat dit hun reactie is op deze game ofzo? Geen idee. Ik wil het ook niet eens weten. Wat? Oh.
Jongens, dat is nooit gebeurd. Ik ga hierna echt gewoon gelijk over naar de Tornado to Live. Ik wil weer gesatisfied zijn. Of ik ga even van die satisfying filmpjes kijken. Of zo. Of iets cute, weet ik veel. Mijn geluid trekt dus, ik vond het niet eng. Locked, geweldig. Tuurlijk loop ik ook net de keer deur. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ik wil even mededelen dat ik hier niet wil zijn. Oh, komt er iets achter mij aan, hè? I will lose my shit. Maar ik denk dat het ook, volgens mij, als je tegen de muur aan staat, springt je nog steeds. Oh nee, never mind. Maar je moet wel echt, zeg maar, recht vooruit sprinten. Want als je, zeg maar, zo tegen de muur gaat sprinten, dan ga je minder snel vooruit. Maar je sprint neemt het wel op. Of het neemt, zeg maar, wel de normale amount van je sprint op. Dus ja. Als er 1000 kamers zijn, dan zijn we nog wel even bezig. Moet ik eerst iets van. Het is puur omdat ik spiders niet zo leuk vind. Of spiders spinnen. Maar. The fuck heeft hij in zijn hand? Is dat degene die al die briefjes heeft geschreven of zo? Wel mooie. Hoe heet het trouwens? Mooie statue ding. Mooi neergezet, I guess. Game saved. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Dit is echt een van de meest erge games ooit. Maar, als we hier veel likes op gaan halen, veel views en al dat soort dingen, dan ga ik dit vaker doen. Bedankt voor het kijken voor nu, later en ja, doei.